Basilissa. In het rijk van de tsaren, achter de blauwe meren en achter de blauwe bergen, leefde lang, lang geleden een koopman met zijn vrouw. Ze hadden maar één dochter. En die was zo mooi dat ze Basilissa de Wonderschone werd genoemd. Op zekere dag werd de vrouw van de koopman doodziek. En omdat ze dacht dat haar laatste uur geslagen had, liet ze haar dochter bij zich komen. Basilissa, mijn kind, zei zij, terwijl ze iets onder haar kussen vandaan haalde. Je krijgt een pop van me. Als je in moeilijkheden zit, hoef je haar alleen maar wat eten te geven. En ze zal je helpen. Daarop kuste de vrouw haar dochter op het voorhoofd en stierf. De vader rouwde maandenlang om zijn vrouw. Maar omdat hij wilde dat Basilissa niets tekort kwam, nam hij een weduwe tot vrouw, die zelf twee dochters had. De meisjes waren ongeveer net zo oud als Basilissa. Daarom dacht de koopman, dat komt mooi uit. Drie hebben meer plezier dan twee. Maar de tweede vrouw van de koopman moest niets hebben van de betoverende schoonheid van Basilissa, want haar dochters kon daar in de verste verte niet aan tippen. In de hele stad was niet één meisje zo mooi als Basilissa. Daarom liet de stiefmoeder haar het smerigste en zwaarste werk doen. Ze stuurde het meisje bij weer en wind de tuin in en liet haar buiten in de zengende zon ploeteren, in de hoop dat Basilissa's huid ruw en donker zou worden. Basilissa was braaf en deed alles wat haar werd opgedragen. Maar op zekere avond had ze er schoon genoeg van. Ze ging naar haar kamertje, gaf de pop te eten en vertelde hoe moeilijk ze het had sinds haar moeder dood was. Dit is toch geen leven voor een meisje als ik, zei ze. Mijn stiefmoeder en haar dochters leven als prinsessen en ik kan in mijn eentje het zware werk opknappen. De pop zei, ga maar lekker slapen, ik zal je wel helpen. Toen Basilissa wakker werd, was het werk gedaan. Het huis was zo schoon dat je van de vloer kon eten. De was lag schoon en gestreken in de kast. Er stond een grote kom schoon water klaar. In de oven brandde vuur en het ontbijt stond al op tafel. Voor Basilissa betekende dit een vrije dag, want er was niks meer te doen. De pop had zelfs de tuin helemaal opgeknapt. Onkruid gewiet, de planten water gegeven en kool afgesneden. Bovendien had ze nog een kruid gehaald voor Basilissa's huid. Nu Basilissa bijna niet meer hoefde te werken, werd ze nog mooier. De stiefmoeder en haar dochters ergerden zich bont en blauw. Ze ergerden zich zo erg dat hun de lust in eten verging en ze alsmaar dunner en magerder werden. De tijd verstreek en de meisjes bereikten de huwbare leeftijd. Maar de jongens in de stad hadden alleen oog voor Basilissa. De andere meiden keurden ze geen blik waardig. Op een dag zei de stiefmoeder, Basilissa mag pas trouwen als ik mijn dochters aan een man heb gebracht. Sindsdien zette geen jongeling meer een voet over de drempel van het heksenhuis. Toen de vader op zakenreis moest en een tijd lang onderweg zou zijn, besloot de stiefmoeder van zijn afwezigheid gebruik te maken om te verhuizen naar de rand van het bos. Daar stond al lang een huis leeg, maar iedereen was bang voor het bos, want daar huisde Baba Yaga, die mensen als kippetjes verorberde. De stiefmoeder liet Basilissa dagelijks het bos ingaan, in de hoop dat Baba Yaga het meisje zou vangen en opeten. Dankzij haar pop kwam Basilissa elke keer heel huids terug. Op een lange en gure herfstavond waren de meisjes druk bezig. De ene dochter haakte kant voor een sprei, de andere breide sokken en Basilissa zat aan het spinnenwiel. De stiefmoeder ging naar bed en liet slechts één kaars branden. Toen de pit van de kaars te lang was geworden, sneed een van de dochters er een stukje af. Daarbij doofde ze zogenaamd per ongeluk de kaars. Maar ze deed het omdat haar moeder haar dat had opgedragen. De stiefmoeder begon meteen te klagen. Nu hebben we geen licht en geen vuur meer. We zullen vuur moeten halen bij Baba Yaga. Ik kan genoeg zien, ik heb geen vuur nodig, zei de hakende dochter. Ik ook, zei de breiende dochter. Daarop riepen ze in koor, dus moet Basilissa vuur gaan halen. Alvorens aan de lange tocht te beginnen, gaf Basilissa de pop te eten. De pop zei, wees maar niet bang,
Zolang ik bij je ben, kan je niks gebeuren. Dus nam het meisje haar mee. Terwijl de pop haar met lichtgevende ogen door het donkere bos loodste, kruiste een ruiter hun pad. Hij was helemaal in het wit gekleed en bereed een wit paard met een witte toom en een wit zadel. Ineens werd het licht in het bos. Daarna doemde er nog een ruiter op. Hij was helemaal in het rood gekleed en bereed een rood paard met een rode toom en een rood zadel. Toen ging de zon op. Het was een lange tocht naar het huis van Baba Yaga. Pas in de vroege ochtend kwam Basilisse bij een tuin met een hek van mensenbotten, tussen palen, met schedels van mensen erop. De scharnieren van het tuinhek waren gemaakt van mensenvoeten. De grendel was een mensenhand en het slot bestond uit menselijke kaken met vlijmscherpe tanden. Toen zag ze de derde ruiter aankomen. Hij was helemaal in het zwart gekleed en zat op een zwart paard met een zwarte toom en een zwart zadel. Hij reed pijlsnel door het hek naar buiten en verdween in de schemering. De duisternis viel over het bos en Wasselissa kon geen hand voor ogen meer zien. Op dat moment begonnen de holle ogen in de schedels te branden, zodat de hele tuin werd verlicht. In het bos was ineens een oordovend lawaai te horen. Bomen zwiepten heen en weer en het gebladerde vloog naar alle kanten toen Baba Yaga in een vijzel neerdaalde. In de ene hand hield zij een knots, in de andere een bezem, waarmee zij haar sporen uitwiste. Ze schreeuwde: "Het ruikt hier naar mensenvlees, waar is het?" Basilissa was doodsbenauwd en wist met moeite te stamelen: Mijn zussen hebben mij het bos ingestuurd om vuur te halen. "Ja, mooie zussen heb jij. Ik ken ze maar al te goed, die twee," siste Baba Yaga. "Ik zal je vuur meegeven, maar eerst moet je een paar klusjes voor me opknappen. Doe je dat niet, dan ga ik je in stukken hakken en opeten." Ze riep tegen het hek: "Open, open!" En tegen Basilissa: "Ik heb honger. Haal kwast, mede, bier en wijn uit de kelder." Wasselissa bediende Baba Yaga op haar wenken. Baba Yaga at wel voor 10 en er bleef alleen een bordje met koolsoep, een stuk brood en een stukje vlees over. "Morgen ga ik weer op pad," zei Baba Yaga. "Als ik weg ben, moet je het huis en de tuin opruimen, de was doen en de slechte zaden uit de tarwe halen. Zorg ervoor dat alles klaar is wanneer ik thuis kom, want anders zul je hapje voor hapje in mijn maag verdwijnen." Daarop ging ze slapen. Ze snurkte als een varken. Basilissa voerde haar pop en zei: "Ik wil hier niet blijven, maar ik durf ook niet weg te lopen." De pop zei: "De morgen is wijzer dan de avond. Blijf kalm en ga slapen." Toen Basilissa wakker werd, zag ze nog net dat de witte ruiter langs vloog en de lichten in de schedels uitgingen. Baba Yaga riep haar vijzel, knots en bezem, en de rode ruiter schoot achter de witte ruiter aan. De zon ging op en Baba Yaga vloog er vandoor. Basilissa wilde aan het werk gaan, maar bijna alles wat Baba Yaga haar voor deze dag had opgedragen, was al gedaan. De pop was nu bezig om zwarte zaden uit de tarwe te halen en Basilissa moest alleen nog maar eten klaarmaken. Het begon al te schemeren toen de zwarte ruiter op zijn zwarte paard langs vloog. De lichten in de schedels gingen aan. De bomen begonnen heen en weer te zwiepen en verloren hun gebladerte. Basilissa wist hierdoor dat Baba Yaga in aantocht was en spoedig thuis zou komen. "En?" vroeg de oude heks tandenknarsend. "Is het werk helemaal af? Kom maar, beste vrienden, en maal de tarwe voor me." 3 maal 2 mensenhanden namen de tarwe mee en verdwenen. Basilissa vroeg zich af waar zij ineens vandaan waren gekomen. Baba Yaga at en dronk weer voor 10. Voordat ze naar bed ging, zei ze tegen Basilissa: "Morgen doe je hetzelfde werk nog eens en bovendien maak je de koppen van de maanbloemen schoon." Daarop sliep ze in en snurkte als een kudde varkens. Basilissa voerde haar pop en vertelde hoe de zaken stonden. Ook nu weer zei de pop: "Blijf kalm en ga slapen. De morgen is wijzer dan de avond." De volgende ochtend was het werk zo goed als gedaan.
en 's avonds herhaalde zich het ritueel van de dag ervoor. Baba Yaga knorde. Waarom ben je zo stil? Het meisje antwoordde. Mag ik je wat vragen? Ga je gang, zei Baba Yaga. Maar onthoud, veel weten maakt oud. Ik heb 3 ruiters gezien, zei Vasilisa. De ene was rood, de andere wit en de derde zwart. Wie zijn dat? De witte ruiter is mijn heldere dag, de rode mijn zon en de zwarte mijn nacht. Ze werken alle 3 voor mij. Wil je nog meer weten? Ik weet genoeg, zei Vasilisa. Ze had eigenlijk meer willen weten over de mensenhanden die de tarwe hadden gemaald, maar ze zei, veel weten maakt oud, nietwaar? Dat is je geluk, zei Baba Yaga. Anders had ik mijn tanden in jouw lekkere mensenvlees gezet. Maar ik ben nieuwsgierig hoe jij al het vele werk dat ik jou op heb gedragen in je eetje afkrijgt. De zegen van mijn moeder staat mij bij, antwoordde het meisje. Baba Yaga slaakte een gil en schreeuwde, gezegende dochters zijn een verschrikking, maak dat je wegkomt. Ze sleurde Vasilisa aan haar arm het huis uit, gaf haar een schedel mee die op een paal van het tuinhek zat en joeg haar bos in. Vasilisa liep de hele dag en toen de avond viel begon het licht in de schedel te branden, zodat ze het pad makkelijk kon volgen. Toen ze niet ver meer van huis was, wilde ze de schedel weggooien, omdat ze dacht dat de zusjes zelf al ergens licht vandaan hadden gehaald. Maar de schedel riep, niet doen, neem me mee. Vasilisa kwam dus thuis met de schedel waarin het licht zo sterk brandde dat de hele kamer erdoor verlicht werd. De zusjes en de stiefmoeder waren er aanvankelijk heel blij mee, want het licht dat ze van de buren hadden gekregen was telkens uitgegaan. Maar na korte tijd kregen ze last van het felle licht. Dat deed zo'n pijn aan hun ogen dat ze probeerden zich voor het licht te verstoppen. Maar waar ze ook gingen zitten, het licht was zo fel en krachtig dat het zelfs door de kleinste spleten en kieren drong. Langzaam maar zeker begonnen de meisjes en de stiefmoeder te verbranden, tot er uiteindelijk nog maar een hoopje as van hun over was. De volgende ochtend maakte Vasilisa in de tuin een diep gat waar ze de schedel begroef. Daarna keerde ze het huis de rug toe en trok naar de stad. Ze vroeg eraan een oude vrouw of ze bij haar mocht wonen. Als tegenprestatie bood ze aan vlas voor de oude vrouw te spinnen. De oude vrouw kocht vlas en Vasilisa spon er heel fijn garen van. Het garen was zelfs zo fijn dat er geen weefstoel bestond waarmee van het garen weefsel gemaakt kon worden. Vasilisa vroeg haar pop om raad en de pop zei, laat mij maar even alleen met het oude weefgetouw. Terwijl Vasilisa sliep, weefde de pop prachtige fijne stoffen van het fijne garen. Het weefsel dat de pop maakte was zo mooi, dat Vasilisa de oude vrouw aanraadde met de stoffen naar de markt te gaan, zodat ze er een beetje geld mee kon verdienen. Zo'n stof mag alleen de tsaar dragen, zei de oude vrouw, en ze ging op weg naar het slot van de vorst. De tsaar stond perplex. Hij kon niet geloven dat er dergelijke fijne stoffen gemaakt konden worden. Wat wil je ervoor hebben? Vroeg hij. Ik hoef er niets voor te hebben, zei de oude vrouw. Dat kon de tsaar niet accepteren en hij overlaadde het oudje met geschenken. Maar er was op het slot niemand te vinden die van deze fijne stoffen hemden kon vervaardigen. En daarom liet de tsaar de oude vrouw halen. Jij hebt de stof geweven. Dan zal het jou ook wel lukken om er hemden van te maken, meende de tsaar. Nee, zei de oude vrouw. Mijn pleegdochter, Vasilisa, heeft deze stof gemaakt. Ik weet zeker dat zij in staat is er hemden van te maken. Vasilisa ging naar haar kamertje en maakte van de prachtige stof 12 hemden voor de tsaar. De oude vrouw bracht ze naar het slot. Maar de tsaar was zo onder de indruk dat hij erop stond het meisje te ontmoeten dat zulke mooie hemden kon maken. Toen Vasilisa voor de tsaar stond, dacht hij helemaal niet meer aan hemden. Hij zei, Vasilisa, jij bent zo mooi, ik laat je niet meer gaan. Blijf hier en word mijn vrouw. De bruiloft werd een groot en vrolijk feest. Toen Vasilisa's vader na zijn lange afwezigheid terugkeerde,
hoorde hij wat er intussen allemaal was gebeurd. En hij mocht net als de oude vrouw aan het hof van de tsaar komen wonen. De beschermengel van Vasilissa, haar pop, kon nu eindelijk op haar lauweren gaan rusten en hoefde nooit meer zwaar werk te doen. Dit is een sprookje uit Rusland.